Paul. Kom op. Waar moet ik wijzen te water? Andere kant, andere kant, andere kant. Andere kant. In 1801 gaf Napoleon het startsein voor de bouw van een vesting voor de Franse kust. Nu is Fort Boyard 10 weken lang de arena waar 6 teams van 4 bekende Nederlanders tegen elkaar strijden. Elke week moeten de teams zoveel mogelijk sleutels verzamelen om de poort naar de schatkamer te openen. En die sleutels krijgen ze niet zonder offers. Ze moeten angsten overwinnen. Ja! Ha! Ze moeten super fit zijn. Hey, zet hem niet zo hard, jongen! Ze mogen geen fobie hebben. Begin met te spinnen. Grenzen worden verlegd. Veerkracht en doorzettingsvermogen. Dat heb je nodig. En dit alles onder leiding van 2 zeer betrokken presentatoren. En hier gaat het allemaal om. De kut met de grote oren. Wie wil hem niet hebben? Dit is Fort Boyard. Vandaag in Fort Boyard 4 vrouwen die ons hopelijk laten zien dat ze sterk genoeg zijn voor de spellen in dit fort. En 4 mannen die tot nu toe sneller waren met hun woorden dan met hun daden. De rappers tegen het modeteam. En er wordt nogal wat van je gevraagd hier op Fort Boyard. Vorige week al kunnen zien. Kandidaten overwinnen hun angst en tonen gigantisch veel lef. Ook deze week weer 7 opdrachten waarbij telkens een sleutel te verdienen is. En je hebt 6 sleutels nodig om de schatkamerpoort te kunnen openen. Dat gebeurt in de finale. En dan gaat het erom zoveel mogelijk gouden munten te verzamelen. Want het team met de meeste munten, dat wint. Precies. En dit zijn de 2 teams van vandaag. De teams strijden in 2 pools. Het GTST en het filmteam staan op dit moment bovenaan. Vandaag wordt er verder gespeeld in pool B. Het modeteam tegen de rappers. Negative, Daryl, Kleine Viezerik en Lange Frans. Als er een opdracht komt waarvan ik eigenlijk denk, shit, dit wil ik niet doen. Dan zal ik me nooit laten kennen. En dan zal ik het altijd doen, al wordt het mijn dood. En mijn modeteam bestaat uit Sylvia Geersen, Kim Kutter, Rosalie van Bremen en Judith Osborne. Doe ik thuis? Oh, ik ben zo'n blauwe stofvries. Echt waar. Maar het is net als op de tandarts, hè? Gewoon of je heen laten komen. Dames, we staan aan de vooraan van een splinternieuwe editie. Kim, vorige keer verloren van het filmteam. Nee, bijna gewonnen. Ja, nee. Ja, dat vind ik ook veel bijna beter instellen. Bijna is het niet helemaal. Ja. Wat is jullie tactiek deze keer? We gooien al onze vrouwelijke vormen in de strijd. Oh, we moeten dat tuig daar intimideren gewoon. Maar werkt dat, die intimidatietechnieken? Ja, we zijn heel bang. De vorige keer verloren. Nee, je moet het niet zien als verliezen. We hebben gewoon net niet gewonnen. Nee, maar toen hadden jullie een andere teamcaptain, dus deze week gaan we winnen. Kom niet alleen door mij. Waar komt het nog meer door? Waarom gaan we winnen? Omdat Daryl er is! Yo. Rosalie, ik bedoel, nu hebben jullie mij als teamcaptain. Ja. We kunnen deze jongens toch wel even makkelijk aan, of niet? Nou, dat weet ik. Het ligt eraan welke opdrachten wij krijgen natuurlijk van jou. Ben je ergens bang voor? Nee, schorpioenen, ja, absoluut. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, nou, ik denk niet veel. Ik denk niet veel. We gaan er wel met jou winnen, Gerard. We gaan er winnen. Daar gaan we voor. Kleine Viezerik, kan jij... Waarom heet jij Kleine Viezerik? Omdat je niet groot bent. Ook. En dat ik niet ben. Wij hebben 1 Kleine Viezerik, maar ik zie daar 4 grote smeerlappen. Maar voor alle duidelijkheid, het is vandaag erop of eronder, hè? Als je verliest, naar huis. Als je wint, ga je door naar de halve finale. Ja, maar we winnen, dat is gewoon geen optie. Kleine Viezerik, waarom heeft ze ongelijk? Omdat we sowieso al van plan zijn om naar de finale te gaan. Het zou toch heel lullig zijn als er geen vrouwen in de finale staan? Het zou lullig zijn, vrouwen moeten erin. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Tik hem aan, ouwe. Wel mooie dames. Maar of ze gaan winnen van ons? Ik weet het niet. Ik durf ook niet meer groots te praten. Zoveel grote spraak al geleverd. En dan niet winnen. Dat is echt weer zo typisch voor rappers. Dat stereotype stukje moeten we eventjes gaan doorbreken. Die jongens met allemaal van die juppepetjes achterstevoren. Van die drollenvangers en zo. Ja, dat is wel leuk. Beetje jong voor mij hoor, maar oké.
Wel leuk. Oké, teams, het is tijd voor het eerste prachtige duel. Het is heel simpel. Twee ladders. Eén sleutel helemaal bovenin. Degene die het eerste sleutel heeft, mag hem houden. Het lijkt mij een mooi opdrachtje dit voor Negative. Snelle man in ons team. En Sylvia. En Positief. Ying en Yang. Sylvia is als teamlid heel anders dan ik me had voorgesteld. Ik dacht dat zij heel erg op zichzelf zou zijn. En misschien wel een beetje bitchy zou zijn. Maar dat is ze niet. Sylvia Geersen werd tweede bij Holland's Next Topmodel en was het gezicht van een bekend cosmetica-merk. En is bekroond tot Fashion Angel. Ik denk dat Negative fysieke spelletjes heel goed in is. Die jongen is heel atletisch. Gebouwd natuurlijk en is ook best vaak in de sportschool. Ik ben een drukke neger, ja. Stilzitten is niet mijn ding. En hij zit ook niet stil. De rapper uit Amsterdam-Oost met een positieve uitstraling. Negative. Door zijn moeder nog steeds Maurits genoemd. Ik niet voor mijn zonde poet. Op mijn teken, hè? 3, 2, 1, go! Omhoog klimmen via een touw dat flink schommelt en zwabbert. Wie het eerste boven is, pakt de sleutel. Je voeten gebruiken! Monkey business, nigga! Gebruik je voeten! Helemaal goed! Silly? Nou, die heeft gewoon. Je ziet gewoon aan haar lichaam dat zij gewoon keihard sport. En die Thaibo-chick was gewoon bijna het inhalen. Toen dacht ik van, nou, dan gaan we serieus worden. Dus toen ging ik wel even. Toen was ik wel heel eventjes bang, ja. Sil, je bent hartstikke goed, man. Maar je kan hem hebben. Dubbel O, nigga, dubbel O. Twee meter voor. Sil, je kan hem hebben. Ja, Sil, je kan hem hebben. Kom, Sil. Kom op, naar Sil. Sil, geloof in jezelf, Sil. Je hebt hem bijna. Ik wil hem afpakken, gek. Hey Frans, kick me down my balls, hè? Mag ik ook los? Ja! Tegen jij, hè? Je ging echt als een aap naar boven, jongen. Ja, dat heeft ze goed gedaan. Ik ben ooit echt waar, maar dat was... Ik bedoel, die Negative die gewoon een beetje in een sportschool hangt. Ja, ik bedoel, hallo, big deal. Een jongen van het mannenteam met de breedste schouders en de sterkste bovenarmen... die zetten ze op de trap tegenover Sil. En ik bedoel, als ze nou kleine Viezerik hadden genomen... de jongen is zo slap als een vaatdoek. Ik bedoel, laten we wel wezen, hij heeft koele tanden. Maar voor de rest is het gewoon, ik bedoel... Het is niet een jongen die elke dag de marathon zal lopen of zo. Daar hadden we het makkelijk van kunnen winnen. Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ze krijgt gewoon een 10 voor de inzet. Gewoon. Ja. Ga los! En zo gaat het de rest van de dag. Hoeveel sleutels hebben we? Zo, dat is lekker. Rappers 1, mode 0. Ketching. Ah, daar zijn jullie weer. Het is leuks voor ons, Gerard. Ik heb iets heel leuks. Heeft een van jullie wel eens gevochten? Ja. Ja? Catfight? Ja. Gewonnen? Ja. Oké. Hier binnen hangt een sleutel. Daar staat alleen een heel groot obstakel voor. Ja. En Kim? Oh nee! Deze is voor jou. Nee, je kan het. Je kan dit. Ik weet het zeker. Ik heb alle vertrouwen in je. Kim is heel spontaan. Ik vind het een hele lieve meid. Ik heb echt zin om... Ik ben echt blij dat ik met haar in het team zit. Miss Universe Nederland 2002, Kim Kutter. Inmiddels staat ze al een aantal jaren aan het hoofd van haar eigen model agency. 3, 2, 1, go! Kim is in de arena en ziet de sleutel al hangen. Daarvoor moet alleen even wat tegenstand worden weggewerkt. Ik ben ook in die hok, man. Welke man geniet niet van een twee vrouwen in een modderbad? In dit geval blauwe modder dan. Maar goed, even goed. Het is leuk om naar te kijken. Ik denk dat er heel wat mannelijke kijkers blij gaan zijn met die opdracht. Ja. Kim, duw er! Kim, duw er in de tieten. Kom op. Oh, werkt dat zo? Ja. Wat ben ik aan het doen? Ik vecht nooit, hè. Ik echt nooit. Nog nooit van mijn leven gedaan. Dus dit was echt wel even voor mij van, oké. Oh, Kim, je kan zo de kermis. Ze hebben hem. Zijn die fucking lange armen van haar, toch?
Zie je nou wel, er is geen tactiek. Hoe vond je het? Hoe vond je het? Om met een vrouw te worstelen. Ik vond het heel erg. Ja, hè? Nog een keer. Ja, dan dit is zo moeilijk. Het is zo dik, joh. Ik was ontzettend blij dat ik die modderpoel niet in hoefde, want dat zag er vreselijk vies uit. Dat was toch prachtig? Ja, ik weet niet wie die opdracht heeft verzonnen, maar thank you. Hoeveel sleutels hebben we? Hoeveel sleutels hebben we? Ja! Oké dan. Kim haalde de kastanjes uit het vuur, of eigenlijk de sleutel uit de modder. Maar het is 1-1 en terecht. Oké, mannen. De volgende opdracht gaat natuurlijk weer om een sleutel. In deze cel zijn er zandzakken. De sleutel zie je meteen. Het is de bedoeling dat je die zandzakken verwijdert om bij de sleutel te kunnen. Easy. Kracht hebben we nodig hier, hè? Wow. Dus Daryl, wie anders dan jij, man? Wie doet dit, man? Wie doet dit? Ben je er klaar voor? Zie je het zitten? Sowieso. Jij bent snel? Ben je sterk? Ja, tuurlijk. Rapper Daryl. Hij werkt veel met Dio, Ali B en Yeser. En stond in het voorprogramma van de bekende Amerikaanse rapper Lil Wayne. Hebben jullie vertrouwen in hem? Ja, ja, we hebben vertrouwen in die jongen. Drie, twee, één. Bij deze opdracht komt het aan op uithoudingsvermogen, balans en kracht. De sleutel zit vast aan een van de kettingen. En om daarbij te komen moet Daryl eerst een aantal zware zakken omhoog tillen. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Kom op, Daryl! Pak die! En het wordt hem, hoor. Ben je er al? Ja. Hey, Daryl, gaat-ie! De tijd loopt door! Ik hoor alleen maar kettingen gaan. Dit gaat goed. Wie de tijd naar boven is een stressdoos. Ga verder! Hey! Kom op dan! Oh, dit gaat hem niet worden, hoor. Nee, maar dit gaat hem echt niet worden. Kom op! Daryl! Kom op, Daryl! Kom op! Ik kan het! Ik vond het aan de ene kant best komisch om te zien hoe hij echt aan het knokken was en aan het stunten natuurlijk. Hij was er aan het Daryl. Ik ken Daryl heel lang. Weet je, ik hou heel erg veel van Daryl. Maar zijn naam is nu een begrip geworden. Als je Daryl't, doe je het niet goed. Misschien moet je er afhaken. Nou, laat hem lekker. Laat hij het fout doen. Nu mag ik. Daryl, kom maar uit. Daryl! Kom maar uit. Hij zei een paal dansen. Ja, je tijd. Hé, niggas. Het is belachelijk, man. Niet zo los in de heupjes, hè? Dat redt hij niet. Ik bedoel, dat is echt zo'n mietje. Zo, echt weg. Nee, dat was echt kat in de zak. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ik begon goed. Ja. Maar die ding is te dun. Je hebt geen houvast. Ja. Op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met... Je glijdt weg. Ja. Die zakken zijn niet eens echt het probleem. Dus meer, je hebt geen grip. Hey, ja, maar ik kan niet... Hey, ik ben kapot, want deze man zit stuk. Moet je kijken. Hij heeft hard gewerkt. Maar Daryl heeft helaas geen sleutel veroverd. De stand 1-1. Oké, dames, het is tijd voor de volgende opdracht. En het hangt er leuk bij, moet ik zeggen. Dus, ja, heel leuk. Kijk, Kim is terug. Je ziet er helemaal groen uit. Ja. Oké, schat, we hebben je hard nodig. Rosalie, ja, ze is een beetje snappy. Ze is een beetje kattig is ze. Maar over het algemeen, ik vond dat ze best... Ja, ze viel best eigenlijk wel mee. Ik had ze gemeener verwacht eigenlijk. Rosalie van Bremen is niet zo gemeen als ze eruit ziet. Ooit gaf ze haar rechtenstudie op voor een modellencarrière. Tegenwoordig is ze ook journalist. Wij gaan haar de lucht in lanceren. Ja. En er hangt daar een ballon. Uh-huh. Ze heeft een prikstok. In die ballon zit de code voor de kluis. En daar zitten twee sleutels in. Er vallen dus twee... Die gaan we doen. En nog veel spannender, de score is nu 1-1. Dus ik help jullie mee, want jullie hebben één mankracht nodig. Anders krijgen we haar niet. Oh ja. Dus ik help. Ja. We trekken haar. Zij schiet de lucht in en we gaan. Oké.
Rosalie, en op drie laten we los, hè? Ben je oké, Rosalie? Ja, voor zover. Okay. Op drie laten we los. Op drie laten we los. Ja, dames, pak er wat van. Oh, jee. Yeah. Zitten we goed, Rosalie? Ah! Richten we goed? Ja. 1, 2, 3. Ja! Ja! Het hangen we aan met mijn gewicht, dat helpt. 3. Oké, nog een keer. Ja, 3 keer. Scheef terug. 1, 2, 3. Ja! Nee! Oké, nog een keer. De steek hou je je recht omhoog. 1, 2, 3. Ja! Yes! Oké, pak die code, pak die code. Nee, ze pakken gewoon een keyframe. Volgens mij 2 zelfs. Voor top. Ja, kijk, we zijn er 2. Ja, man. Overmarkt. Yes. Mag ik wel? Ja. En 2 sleutels. Ja! Yeah! Doen ze eentje meer dan ons, hè? Ja, we krijgen gewoon een pak weer. Nee, maar dat kan echt niet. Kijk naar die armen. Ik zie eruit alsof ik in een heel andere SM-club ben geweest. Nou, dat is ook een keer lekker, of niet? En de orgasme heb ik er niet van gehad, helaas. Die meid heeft wat te verduren gehad, hoor. Want die zat echt helemaal onder de rode strepen van de touwen, zo. Maar uiteindelijk is het gelukt. En we hebben de code gekraakt en een sleutel. 2 sleutels, weliswaar. Hoeveel sleutels hebben we? Ja, je kan er grappen over maken, maar ondertussen staan die rappers er 2 achter. 3-1. Oké, dan. Daar zit de kracht nog goed in, man. Ja. Volgende opdracht. Iets voor jou, Frans. Dat dacht ik al. Lange Frans, ik bedoel, die heeft natuurlijk het bovenlijf van een wielrenner. Ik bedoel, dat stelt helemaal niks voor. Dat is gewoon zo één lijntje. En dat heeft gewoon helemaal geen spiermassa, niks. Ik bedoel, dat is een soort worm, is het. Ik merk wel dat Lange Frans echt de spirit heeft van, hey, jongens, we gaan winnen. Maakt niet uit wat, we gaan het doen. Yo, check die Frans, de lange uit Diemen. Hij begon daar met de D-man, met Jesser, Baas B en collega Negative. Tegenwoordig gaat de kerstverse vader solo. Het is heel simpel, je gaat de sleutel zien. Ja. Je hoeft alleen maar naar die sleutel toe om te pakken. Ja. Klinkt makkelijk, toch? Ja. 1 voorwaarde. Voetjes moeten van de vloer. De vloer niet aanraken, je gaat via het plafond. Kan je iets meer vertellen dan dit? Als je binnen bent, zie je het vanzelf. Okay. Kracht in je armen, souplesse. Okay. Je kan het, man. Succes. Tuurlijk. 3, 2, 1. Go. Oké. Eerst kijken. Waar is die sleutel? Frans moet al slingerend een heel parcours langs het plafond afleggen voor hij bij de sleutel is. Zich eenzaam voelen in deze jungle is niet nodig. Er is meer dan genoeg gezelschap. Oh ja, wacht, ik zie het al. Oh, die slang, dat was ik even vergeten. Oh, ja. Wauw. Wat, Nigger, heb je die idee van die slang gezien? Wat dat? Lekker op, Frans. Lekker op, Frans. Lekker op, Frans. Hij doet het goed, hoor. Niet derrelen. Derrelen was niet. Wow. Je krijgt heel snel pijn en een zure arm van, ja, ik kon niet hangen, weet je wel. Ik dacht echt met die lange armen van hem, als hij gewoon op zijn tarzan gaat en hij pakt gewoon iets en hij slingert, maar het ging niet. Ook weer een gevolg van niet je lichaam in conditie houden. Hè? Niet gaan trainen, dan moet je moe, dan kan je niet slingeren. Ik ben niet zo'n acrobaat, is gebleken. Oké, plan een route in je hoofd. Ja, die heb ik. Dat is het ding niet. Fransie, je kan ook slingeren, dat je je voeten gebruikt. Slingeren gewoon. Probeer het in een soort Tarzan slinger swag ding in één keer te doen. Ja, maar ik heb die balk nodig, die is Frans. Kut. Gebruik ook je benen, dus de ene keer je handen, dan je benen. Ja, tijd. Ik heb de tijd. Ja. Ja, je hebt nog een kwart ongeveer. Het wordt hem niet, hoor. Jawel, gewoon slingeren, probeer het. Gewoon proberen, hoor. Laatste poging, hoor. Je bent nog geen tijd. Ja, ik zou hem eruit halen. Kom maar eruit, man. Kom. Frans! Nee, kom maar. Yo. Ik in één keer proberen. Yes, Frans, je kijkt er chagrijnig bij. Nee, het is niet te doen, dit. Nee? Dit is niet te doen. Was het te zwaar in je arm? Of ja, het? Ik ben denk ik zelf te zwaar. Nee, maar je bent in topvorm. Nee, dat valt mee. Dit is kut.
Ik schaam me dood. Ja, je derelt ons, vriend. Ik derel je. Kwappie. Lange Frans kan niet tegen zijn verlies. Hij is echt een schatje zo achter de schermen, maar als hij in het spel zit, dan is hij echt bloedfanatiek. Er staan de modepopjes 3-1 voor. En dan denk je, dat kan niet, want die zijn er alleen maar bij voor de mooi. Ja, slechte verliezer. Hé, hey, luister, ik ga niet verliezen van Judith Osborne, vriend, op Rotten. Kut, jongen. Ik ga dit niet doen. Maar ja, we staan wel achter, want ja, heavy achter. Ontsluit ons. Helaas voor mijn team is de stand nu 3-1 in het voordeel van de modedames. Zo, eens heel even checken, mannen. Wie heeft er hoogtevrees? Kleine Vizerik. Echt waar? Je kan alles. Er valt hier een sleutel te verdienen voor het team dat dit het beste gaat doen. En dat zijn wij natuurlijk. Het gaat er hier om of je op grote hoogte kan schitteren. Of je een beetje doorzettingsvermogen hebt en concentratievermogen. Maar je ziet het over dit prachtige fort. Er zijn twee touwen gespannen. In het midden twee zakken. Daar zit een code aan bij de zakken. Je moet hem in het midden ophalen en terugbrengen naar de zijkant. Daar blaar je de code naar je teamgenoten. Ja. Als het goed is, kan je dan de kluis openen. En de eerste die dat voor elkaar heeft gekregen, heeft de sleutel. En ik denk dat kleine Vizerik... Ja! En Kim wel een paar hele mooie typen zijn die dat goed uit kunnen. Mijn grootste angst is toch wel hoogtes. Ja, ik heb toch wel erg last van hoogtevrees, merk ik. Kleine Vizerik, die is eigenlijk overal bang voor. Die heeft hoogtevrees, is bang voor spinnen, die is bang voor schorpioenen. Die is eigenlijk overal bang voor. En volgens mij is hij ook zelfs bang voor ons vrouwtjes. Oké, 3, 2, 1. Go! Go, Kim! Woe! Hey, dus je lange stappen met die lange benen van de nigger. Doe, doe, doe! Kijk hem, heel snel, Kim! Snel, Kim! Kim, je gaat vallen! Mevrouw Osborne ging in mijn gezicht lopen blazen en heel, heel irritant doen, zeg maar. En ook met haar hand over mijn cijferslot. En ja, op dat moment is mijn bloed echt gaan koken. Ja, Lange Frans kan niet zo goed tegen ze verliezen, hè? Nee. Wat zij deed was echt gewoon bloedzuigen. En als ik ergens niet tegen kan, dan is het bloedzuigen. Tuurlijk ga ik rijken voor Kim. Doe alles voor Kim. Ja. Ik had zelfs een broek naar beneden willen trekken voor Lange Frans voor Kim. Het is een snelle visering. Rick V. Rick V. Rick Vliegerstroep. Rick Volgers. Dat is hem. Hij heeft het gedaan. Maar ik wil toch even respect voor Kim. Kom op, Kim. Dat heeft het fantastisch gedaan. En de vraag is, wie staan er nu voor? Wij wel. Hoeveel sleutels? Hoeveel sleutels? Rick alias Kleine Vizerik heeft het team niet laten zitten. We lopen weer ietsje in. 2-3. Ha, dames. Ha, daar zijn we weer. Er valt weer een sleutel te verdienen. Hier binnen bevindt zich een boot. Een boot verkeert in zwaar weer. Op die boot ligt een sleutel en die ligt vast aan een touw. Ja. De sleutel moet je zien te pakken. Oké. En ik denk... Dit, jou, ik ga de boot in. Ik ga de boot in. Wil je mijn andere zeeziekbandje ook even om? Ja. Ook het algemeen last van zeeziekte?
Ik heb overal last van. Vandaag heb je overal last van, ja. Dan komt het helemaal goed. Volg het touw. Ja? Sleutel bevindt zich aan het touw. Alleen, de poot gaat een beetje heen en weer. Ik heb helemaal geen moeite met Judith, hoor. Ik vind Judith op zich wel een aardige dame of zo. Judith is gewoon een gaaf wijf. Die is zo leuk. Weet je, dat is een tante die wel precies weet wat ze wil. Dat zeker. Judith richt haar eigen mode-imperium op en heeft daarnaast ook een eigen society-rubriek. Een weekje Osborne. Klaar, Judith? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, het is een best zwaar kastje, hoor. Ja. Heb ik een betrouwbare bron. Judith is niet zo heel erg sterk in de auto. Nee, dat zei ze niet zo. Als je een beetje zeeziek bent. Ik denk niet dat zij stewardess op zee wordt. Nou, maar het is ook zo moeilijk te zien, joh. Je gaat goed. Je gaat supergoed. Rustig. Dan ga je zweten, stinken. Judith, matras optillen. Matras optillen. Ja, goed zo. That's it, that's it. Ze moet eruit, je moet eruit! Vooruit, je moet eruit! Anders zit je vast! Als je vast! Nou, dan moet even een tuiltje bij. Moet even een tuiltje hebben voor je? Oh, mag ik een tuiltje? Gaat het goed? Oh man, volgens mij zie ik ook groen. Je was zo dichtbij! Wat gebeurde? Waar ging het fout? Ik kreeg die kist niet omhoog. Oh, ik ben misselijk. Ik was zo misselijk, want die boten ging zo. En op een gegeven moment stond het water tot daar. En ik had alleen maar oog voor dat kistje wat gewoon echt te zwaar was voor mij. Wat gedragen moest worden van een en andere kant. Het arme kind moest die boot in. Daar komt die uitdrukking trouwens vandaan, de boot in gaan. Ik denk het wel. Ik was echt kot en kot en kot misselijk. Oh jongens, hebben wij een verteltje nodig? Oh, ik ben de partij ziek. Kom maar hier. Ja, dit is zeeziek. Hoeveel sleutels hebben we? Oké. Kotsmisselijk. En groen staat daar helemaal niet. Kortom, geen sleutel. De stand blijft 3-2. Oké, mannen. Zij hebben net geen sleutel gehaald, die vrouwen. Daar zijn wij intens gelukkig om. Is het zo? Ja, echt waar. Ja, zeker. Ja. Laat je nooit vertellen dat het verdriet van anderen geen geluk voor jezelf kan brengen. Dit is wel. Salabi. Luister, 3-2. En bij deze opdracht hier... 2 sleutels te verdienen. Dus we kunnen op voorsprong komen, mannen. En nou stel ik voor, kijk... Kleine Viezerik was net op dat touw gewoon in topvorm. Jij gaat het nog een keer voor ons doen. Hij vindt altijd zie. Het komt goed, Kleine Viezerik. Luister. Het heeft natuurlijk ook met jouw naam te maken. Want hier binnen zit een heleboel Kleine Viezerik. Hey man, zie ik. Zeg je al toch. Ricky, don't let me down, Ricky. Osdorp, kijk mee. Kom op, Ricky. Laat mij gaan. Nee, ja, gaat hem doen. Echt waar. Ben je bang? Ja, man. Je kan dit. Jij bent er niet bang, man. Brada, je kan dit. Jij bent Rick V. Goed, let's go. Oké, dan. Kleine is een beetje onze rots in de branding. Hij is een beetje een stabiele factor die gewoon... Ja, hij wint bijna alles gewoon. Heerlijk. En hij overwint zijn angsten. Ik ben trots op je, mijn boy. Alles wat beweegt, daar is Kleine Viezerik bang voor. Ik weet eigenlijk niet waarom hij Kleine Viezerik heet, maar misschien heeft het daarmee te maken. Ik ga in ieder geval proberen om alles te doen wat me gevraagd wordt. Of dat lukt, weet ik niet. Ik kan mijn team niet teleurstellen. Rapper Kleine Viezerik. En nee, zijn vader is geen orthodontist. 3, 2, 1. Go. Hey, schat, op me vallen of zo. Ik wil lopen. Waar moet ik naartoe? Geen idee, wij zien het niet. Lopen. Rechtdoor. Doorbeuken. Zover je door kan beuken, moet je... Ze zitten in die netten, al die beesten. Pak. Ja. Ja. Okay. Oh, no. Rechts. Om het hoekje. Om het hoekje. Links om het hoekje. Naar beneden. Kijk beneden. Daar doorheen. Dat is jouw spot. Ja, erin. Ga erin. Fucking hell. Kom op. Er zijn geen spinnen. Wij kunnen het zien. Alsjeblieft. Brada, dat is weg. Ga erin.
aarde alsjeblieft. Oh, goddammit. Begin met de spinnen. Begin met de spinnen. Oh. No. Ik ga dit niet doen. Fuck dit. Ga erin. Ga door die poort heen. Wij zien ook welke een code hebben en welke niet. Dus ja. Dat ga je zeggen. Nee, maar dat kan dit echt niet, guys. Laat hem die schorpioen nu doen. Sorry, man. Nee. Opgeven kan niet. Eerst die schorpioenen in die kist. Ga in die ollo. Kijk of je die kist naar je toe kan trekken. Oké. Ga erin, alsjeblieft. Ja. 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 Oh, nee. Ze gaan niet springen. Ga erin. Maar je moet naar binnen. Je moet sowieso naar die spinnen. No! Oh, fuck no, sorry. Ik kan het echt niet, man. Jawel, je moet naar binnen, kleine. Maar laten we die schorpioenen, daar kan niet bij. Ja, die schorpioenen, die kan je hebben. Dat is één sleutel alvast. Ja, nu. Ja, doe het open. Goed, gaat goed. Doe het open. Oh, no. Je bent een schorpioen, nigger. Kikke, schrijf gewoon, echt serieus. Ja, kijk die code. Hé, ik weet waar die code op die spin is. Okay. Als je de hoofd naar binnen steekt, gelijk naar rechts kijken. Ga naar binnen. Rinaldo? Oeh, vind je me aardig? Kleine viezerik, het gaat om twee sleutels, hè. Als je bijt, krijg je powers net Spider-Man gaan. Doe die kist gewoon open. Gewoon open gooien, fuck it. Ze kunnen niet springen. Rinaldo. Yes! Je ziet hoe vaak ik probeer, maar dat gaat echt niet, man. Nee, je hebt het echt geprobeerd, maar waar ben je bang voor? Vertel, die spinnen. Die spinnen fucken me gewoon op, man. Er is eentje. Oh, ik weet niet, man. Ik kan echt niet met dat, maar dat is gewoon mijn grens, man. Ja. Ik heb nu gezien wat ik echt niet kan en dit kan ik echt niet. Kleine viezerik. Nou, die heeft zich wel een beetje misschien laten kennen. Tuurlijk heb ik er eens van lachen, maar hij is wel een man. Maar die kop van hem was prachtig. Dit zijn echt stoere bikkels, hè. Een gevaarlijke man als je die tegenkomt op straat. En dan ga je zo'n battle met ze aan en dan denk je echt van... Het zijn gewoon een beetje watjes soms. Ja, je hebt je best gedaan. Graag, hoeveel sleutels? Dit is een wereld waarin mannen bang zijn voor spinnen en modemeisjes voor de winst gaan. 3-2. Ja, dames. Je voelt erbij al hangen, hè? Water. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Deze opdracht gaat om het vullen van een watertank. Als die watertank vol genoeg is, komt de sleutel tevoorschijn. Voilà, jij gaat het doen. Oké. Ik sport veel. Ik sport 5 dagen in de week. En soms wel 2 uur per dag. Maar ik heb nu al 2 weken niet gesport. Ben jij er klaar voor? Dit kun je. Kom op. Dit is het uit. Waar is het water? Waar is die sleutel? Ik weet het allemaal niet. Ja! Oh, dat doet ze hartstikke goed, man. Dat is één. Woehoe! En door. Oh, dit is ook groen. Ik kan geen groen meer zien. Nee, ik kan het groen ook niet meer zien. Goed hoor! Oh, dit is goed, hè? Als het zo vast is. Ja hoor. Fantastisch! Zeer goed hoor! Obstakels. Waarom zit daar een stijl? Dat is een obstakel, hè? Komt ze expres om het moeilijk te maken. Zo zijn ik vind dat zo niet nodig. Goed zo, meid! Klasse! Oké. Echter! Hij gaat steeds hoger, dan komt de sleutel er vast. Oh, ik zou mijn borsten vasthouden de hele tijd. Nou, dat lijkt me wel even. Sylvia, hartstikke goed.
We moeten nog. Oh, kom op! Ik denk twee emmers of zo. Je bent op de helft ongeveer. Deze, kom op! Nee, verder hoor je de helft. Nee, je bent verder dan de helft. Schiet maar op, ga maar gauw. Kom op, schieten! En weer een emmer, kijk. Wat een topconditie heeft zij. Oké, nog één. Afschieten! Man, wat spannend. Steun maar even. Oké. Helaas geen sleutel, maar Miss Bet T-shirt heeft ze echt wel gewonnen. Wat dat betreft heeft ze wel een sleutel mogen verdienen voor mij. Bom te blauw ben ik ervan. En geen sleutel, weer niet. Balen. We staan nog steeds voor. Maar we staan nog steeds voor, want hoeveel sleutels hebben we? Sylvia had de slag goed te pakken, maar helaas was de tijd net niet genoeg. De stand blijft 3-2. Zo, mannen. De kans om gelijk te komen. Dus het gaat er nu even om. Oké, jongens. En jij bent de man die dat gaat doen voor ons. Maak je uit van de waarde. Oké, maar wat wordt het? Ik ga het binnen zien. Ben je er klaar voor? Ja, man, let op. Oké, kom op, hè. Daar gaan we. Daar gaan we voor ons doen, Dat was echt Rocky. Dit deed hij snel en deed hij goed, man. Ach, die bal die continu in zijn gezicht trok. Hij kan wel een stootje hebben. Vroeger was ik wel een vechtersbaas. Dus ik kon op mijn Rocky Balboa gaan daar, weet je? Prachtig! En we staan gelijk. 3-3. Wat? Hoeveel sleutels? Negative heeft het hem weer geflikt. De stand is gelijk. Zo, nu komt het aan op... Oh, maar kijk, we moeten wel even ons t-shirt bijwerken. Wat gaan we nu doen? Ja, we zijn wel een modeteam, weet je. Ja. We moeten ons laatste kans om de boel te intimideren. Ze gaan de boel saboteren door. Doe dan maar een boerka aan. Ja, dat was echt een toptactiek. Je moet eens kijken. Ja, luister, wij zijn toch van de mode. We willen er toch een beetje fashionable uitzien. We willen er toch een beetje leuk voor de dag komen. Je is best op leeftijd. Ze gedraagt zich als een chickie van 16. Staan we bij die blokken en gaat ze de oude tietjes laten zien. Kom op, man. Wat is dat voor shit? We zijn hier gekomen om de oude tietjes te kennen. En we geven even wat meer van onze charme. Geven we bloot, letterlijk en figuurlijk. En dan pakken we alsnog die jongens hier. Het is als volgt. Ja. We gaan een toren maken. Ja. Om en om. Jij een steen, om en om. Uiteindelijk is degene die de toren omstoot, de verliezer. En luister heel even goed, jongens, de stand nu... Is 3-3, hè? Dus het is vrij belangrijk, dit. Want hierna is het tijd voor de finale. Don't worry. Okay. Jij mag eerst. Ik moet in het midden van dat spiegelijn. Zet hem mooi neer, zoek een lekker plekje. Zoiets bijvoorbeeld. Oh, dat is een heel lekker... Wacht even, dat komt heel precies. Zo. Goed zo. Prachtig. Prachtig. Zo kun je tot 10 doorgaan. Is goed. Tot.
klasse. Slecht, sweet, sweet. Hey, dankjewel. Let's go. Balans, juist. Niks aan de hand. Hij begint te shaken, jongens. Hij begint te shaken. Ja hoor! Nou jongen, hè? Oké. Okay. Oh. Wow. Nee? Ja. Oh. Dat is easy. Je moet hem als laatste loslaten. Ja. Ik ben trots op jou. Ja. Zet hem aan, achter, hè? Aan de achterkant. Achterkant, ja. Zo. Ik zat... Nee. Juist. Ja. Sweet. Sexy. Sweet. London Bridge is going down. Nee. Schuim gewoon. De geschiedenis van Fort Boyard is nog nooit in die 22 jaar de toren zo hoog gemaakt. Cyril is een applaus waard. En we hebben nog een unicum. Want omdat zowel jullie als jullie hier niet verantwoordelijk voor zijn. Exactly. Krijgen jullie en jullie allebei een slag. Prachtig. En de stand is daarmee 4-4. Oftewel, een doekje tegen het bloeden. Niet genoeg om de poort te openen, maar dat zien we dan zo wel weer. Finale spel van Fort Boyard, namelijk welk team haalt de meeste goudstukken binnen? Het is de op of de ronde. Degene die nu wint, gaat door naar de halve finale. De anderen zijn uitgeschakeld. Jullie zijn goed in cashen, toch? Ja, wij zijn goed in uitgeven. Oké, kom maar door met die 4 sleutels. Oké, en wij hebben er ook 4. Allebei de teams moeten 2 sleutels bij hebben. En de 2 extra sleutels. Ja. Ze zitten erin. Het is zover. Nu moeten we de tijgers nog even wegsturen. Monique, mogen de tijgers weg alsjeblieft? Monique de man gaat niet vreemd. Dat kan ik je niet uitleggen. Ik denk het ook niet. En luister goed. Allebei de teams hebben 2 sleutels moeten kopen. Dat betekent normaal voor deze finale staat 2 minuten. Ja. Nu maar 1 minuut 40. Ja. Jullie mogen wel allemaal tegelijkertijd beginnen. Oké. Monique, gooi de geldkamer open. Klaar? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, we gaan gewoon allemaal door. Oké. Go.
Hé, Frans, die ene werkt niet. Kom, dames, het zijn geen creditcards. Nee, dat is een munt. Het zijn munten, kom op. Blijf dat dan, blijf dat dan. Heb je nog? Go, 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 go. Wij hebben natuurlijk in het team Sylvia. En Sylvia is Sylvia. En Sylvia zou Sylvia niet zijn geweest als er niet ergens iets zou zijn gebeurd gedurende dit hele avontuur. En aangezien het de hele tijd niet was gebeurd, moest het een keer komen. En dan maak je een goede kruisje. Met je trui-tactieken. Hebben we dat echt gedaan? Ja! Ze heeft in de verkeerde gegooid. Maar eerst hebben we het daar gedaan. Ik ben die gewend. Nou! Hartje lief! Sil, die zat echt vol met muntjes. Die was ongeveer 2 keer zo zwaar van de muntjes. Haar buste was gewoon 4 keer zo groot. Die had ongeveer dubbel F. Ik had zoveel munten gepakt en ik hoorde die gasten zeggen, je speelt vals. Ik had het in mijn t-shirt gedaan en ik lag in het deuk en ik redde. Die duwde mij gewoon op een gegeven moment aan de kant. Met de gedachte van, nee, ik ga hem eerst vullen. Maar niet daarbij stilstaan dat het ons bakkie is. Mooie televisie. Chill, ontzettend bedankt. En ik denk dat jij vanavond gewoon lekker met ons mee uit eten gaat. Gezellig, dat heb je wel verdiend. Hoe dom ben ik? En daar baalde ik echt onwijs van. De eerste keer moesten wij die munten daarin gooien. Ja, de vorige aflevering. Ja, die vorige. Dus ik was gewend aan die. En daar moest het in. Veel. En wij hebben anders het geslaagd. Oh, god. Dit is een smaakmotje. We beginnen de dames met het. Nee, dit is echt kut. Oké, jongens, niet lachen. We gaan niet lachen. Ze hebben hun best gedaan. Ja, maar weet je wat het triest is? Zonder ons kunnen jullie gewoon niet winnen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, vind ik ook goed. 420. Ik vrees het echt. Schandalig, hoor. Echt. Vrees het ook. Ja, stel me teleur, Judith. Maar kan er niet wat geregeld worden hier? Wat dan? Ja, kunnen we niet wat regelen? Dat zijn de dames weer, hè? Ik kan helaas niks meer voor je betekenen. Met een klein beetje hulp van Sylvia gaan we eens kijken waar de mannen op uit zijn gekomen. Nee, ik ben hier dood en doodziek van. Ik voel mezelf zo dom. Nou, we hebben door mij verloren nu. Nee hoor, Sil. Jawel. Dat is helemaal niet veel. De winnaars! Sil! Ja, humans, maak het nog erger. Hey, met deze teamcaptain, hè? Dan win je dus. Zijn we echt verliezen? Oké. Maar op deze manier, van in feite gewoon dat tuig. Hè? Wat komt uit Diemen Zuid? He, ik zie de beeldag uit, ik ga mee naar Diemen Zuid. Nou, dacht ik niet. En dan werd daar veel van verloren. En op die manier. Ja, daar ben ik goed ziek van. Wij dachten dat ze een grapje maakten. We dachten, dit kan niet waar zijn. En dat was precies de hoeveelheid waarmee wij het spel hadden kunnen winnen. Waarmee wij naar de halve finale hadden kunnen komen. Ja, op naar de halve finale. En ik heb geen idee wat voor brandhout ons deze keer weer staat te wachten. Dames, we nemen afscheid van jullie. Hart, jullie mogen Sylvia bedanken. Volgende week pak ik je terug. Sylvia, bedankt. Sylvia, bedankt. Sylvia, 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 bedankt. En hiermee nemen we voorgoed afscheid van mijn modeteam. Maar volgende week weer een heftige strijd tussen het Wie is de Mol en het musicalteam. Kom op, we steunen hierboven. En gewoon goed kijken, schat. Ja, 1,5 meter. Ja,